En hier zijn onze presentatoren. Olle en Martijn! Ja, hallo allemaal! Wauw! Hartelijk welkom bij de grote show. Wat geweldig dat jullie er allemaal zijn. En ik hoop dat jullie er thuis ook allemaal klaar voor zitten, want we gaan hier een enorm feestje bouwen. Ja, ja, een feest wordt het zeker, Pepijn, want we staan hier gewoon tussen het geweldige koor van Kinderen voor Kinderen. En zij gaan vanavond alle liedjes van hun nieuwe cd Kom Erbij zingen. Ja, dat zijn 12 geweldige nummers waar je lekker op kan mee zwingen en zingen, thuis en in de zaal. Ja, we gaan ontzettend veel van ze horen, maar ik ben eerst even benieuwd, hoe is het met de zenuw? Hoe gaat het hier? Gaat wel goed. Gaat wel goed. Hoe is het om zo'n volle zaal voor je te zien? Vet. Gaat je hart al van... Ja, wel een beetje. Wel een beetje, hè? En jij, volgens mij, zat jij de hele tijd op het toilet net? Ja, best wel vaak, ja. Ja, ze is heel de tijd bezet. Ik moest ook nodig naar... Ik ga dadelijk wel eventjes. Komt helemaal goed. Het wordt een hele leuke avond vol verrassingen voor een aantal kids hier op het podium. Maar ook voor jou thuis hebben we een hele leuke verrassing. Maar daar straks meer over. Ja, eerst is het tijd voor wat muziek. We gaan lekker luisteren naar... Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Danstalent ook nog eens. Ja, er zitten heel veel fans van Kinderen voor Kinderen in de zaal. Maar de kinderen uit het koor hebben ook speciale gasten meegenomen vanavond. Zoals hun vader en moeder, hun broertjes en zusjes. Maar ook hun opa's en oma's. Ja, het wordt een avond vol verrassingen. Ik zei het net al even, ik sta hier naast mijn grote vriendin Gracella. Gracella, hoe gaat-ie? Goed. Spannend?
Ja, beetje wel. Beetje wel, hè? Er zijn een hele hoop bijzondere gasten in de zaal. Opa's en oma's, papa's en mama's. Jouw opa en oma, die wonen niet in Nederland, toch? Nee. Waar wonen die? In Singapore. Ja. En dat was dus niet vanzelfsprekend dat zij zomaar hier aanwezig zouden kunnen zijn bij de grote show. Was je best een beetje verdrietig over? Ja. Maar dat liep net even anders tijdens een videogesprek. Laten we maar even gaan kijken. We gaan nu live bellen eigenlijk, hè? Met jouw opa en oma helemaal uit Singapore. Ben je er klaar voor? Ja. Kijken of ze opnemen. Neem op! Neem op! Ja! Hallo! Hallo, opa en oma. Hallo! Well, we wish you could be here for the big show of Kinderen voor Kinderen. Well, you live all the way in Singapore, huh? But how is the weather in Singapore? Singapore is hot. Oh. Oh. Oh, but it's very hot. Okay. See you then. Are you in Singapore? No. No? Are you maybe in Rotterdam? Yes. Yeah. Je opa en oma zijn hier. Yeah. Hallo. Kom. Hallo. Live video chatten is natuurlijk leuk, maar je opa en oma in het echt zien en dat ze er echt bij kunnen zijn bij die live show van Kinderen voor Kinderen is natuurlijk 1000 keer leuker. Ja. En hier zitten ze dan, de opa en oma van Graciella. Zo fijn dat jullie er zijn. En kijk, daar zit Graciella. Zullen we zwaaien? Hallo. Hallo, geweldig. Ik zei het net ook al eventjes, we hebben ook een hele leuke verrassing voor jou thuis. Namelijk een optreden van Kinderen voor Kinderen bij jou in de klas. Hoe vet is dat? Cool! Super vet, super cool. Wat moet je daarvoor doen? Ik heb hier 3 smileys, 3 emojis. Die 3 emojis, ik geef ze eventjes hier zo eventjes. En geef ik even eentje. En aan deze meneer geef ik ook even eentje. Ik geef er ook eventjes hier aan dat meisje even eentje. Zou je hem even voor uw hoofd willen houden alsjeblieft? Want dit kaal hoofd verkoopt niet zo goed op televisie. Nee, grapje hoor. Nee, hij gaat helemaal van zweten. Wat gingen we doen? Waar waren we mee bezig? Oh ja, de 3 emojis. Die komen zometeen in willekeurige volgorde voorbijgevlogen tijdens de uitzending. Het kan deze zijn, het kan deze zijn, het kan die zijn. Die volgorde, die moet jij gaan onthouden. Heb je de volgorde gezien? Heb je hem onthouden? Ga naar onze site. En wie weet, win jij dan wel dat supervette optreden van Kinderen voor Kinderen bij jou in de klas. Aan het einde van de grote show maken wij bekend wie de winnaar is. Ik zou zeggen, lekker zo blijven zitten. Toppie! Ja, zometeen is het alweer tijd voor de spectaculaire sing-along. Dan gaan jullie meezingen met de allergrootste hits van Kinderen voor Kinderen. Maar nog even geduld. Het is eerst tijd voor het volgende nummer. En dat gaat over hoe fijn het wel niet is als je een heel weekend bij je opa en oma kunt zijn. Hier is Beste Weekend! Spelen en nog even naar de park. Anderen die gingen eerst een pizza eten en er nou lang in bad.
Want het is nog niet te laat. Geef de tijger een toekomst. Straks loopt de tijd in klauwen. Want een bedreiging voor de tijger is een ramp voor de planeet. Geef de tijger een toekomst. Straks loopt de tijd in klauwen. Dus laat ze niet verdwijnen. En stop dat dierenleed. Kom maar, mama, hey yo. Geef de tijger een toekomst. Kom maar, mama, hey yo. Nu alweer tijd voor de inmiddels wereldberoemde Kinderen voor Kinderen singalong. Kom lekker om me heen staan. We gaan lekker meezingen thuis, ook lekker meezingen en meedansen met alle nieuwste meezingers van dit moment. Maar ook een paar golden oldies, oftewel gouden oude, voor de papa's en de mama's en de opa's en de oma's. Ik zou zeggen, sta allemaal maar lekker op. Ja, ook de vaders en de moeders. De vaders moet je altijd een beetje helpen. Ik vind het toch een beetje spannend, hè? Ja, klein beetje wel. Bent u een beetje goed bij stem? Klein beetje. Klein beetje, nou, dat reken ik goed. Goed, ik zou zeggen, zing en schreeuw de longen uit je lijf. Gooi je handen in de lucht, want... Doe je handen uit de lucht, jawel. De hit uit 2013, Bewegen is gezond. De kilo's die vliegen er hier af. Nog? Jazeker. Ja, is jouw vader ook zo gek? Ja, je moeder die zegt van wel. Tot-ie! Aan je vader, aan je vader die is gek. Je bent zelf al niet zo lekker, maar je vader is nog gekker. Ja, je vader is nog gekkerder dan gek. Aan je vader, aan je vader die is gek. Je bent zelf al niet zo lekker, maar je vader is nog gekker. Maar mijn vader is mijn vader. Precies, de hit van vorig jaar. Zing vooral lekker mee hoor. Zij gaat helemaal los. De baas te zijn. Als ik de baas zou zijn van het journaal. En dan ook nog eens van het journaal. Alleen maar goed nieuws brengen. Als ik de baas zou zijn van het journaal. Dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever. De hele wereld werd meteen een beetje liever. Want ik negeerde alle narigheid totaal. De grote mensen van het journaal staan vaak te zeuren. Nou ja, dat zal zo. Heel goed. Voor altijd jong. Het zou het heerlijk zijn als je voor altijd jong was, toch? Altijd jong. Deze man is altijd jong. Dat horen we ook wel aan uw stem, hoor. Laat je horen. Dat is mijn opa. Die kiest in de bomen. Kom, laat ons lopen. Zo chill. Dat is mijn opa. Kom, als je dan komen. We leven en
okido, okido. Ik zou zeggen, laat je duimpje maar omhoog gaan. Kijk naar de dansers en stap maar mee, heen en weer. Jongens, meisjes, zingen jullie mee? Nog de allergrootste Kinderen voor Kinderen hit aller tijden. Ik wil iedereen horen. Daar komt hij aan. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi. Het was echt niet gewoon. Iedereen riep. Hyper de piep. Daarna werd ik gekust en gekroond. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd met kaka dood overstroomd. Meisjes, helpen jullie mij spellen? We hebben de A, de U, de B, de S, de A, de K, de E. Hier zijn we weer. Iedereen die doet weer mee met de nieuwe Hupsa Kee. Stap op de grond en klap maar mee. Hupsa, Hupsa, Hupsa Kee. Ga omhoog en naar beneden met de nieuwe Hupsa Kee. We voelen ons echt heel oké. Hupsa, Hupsa, Hupsa Kee. Iedereen die doet weer mee met de nieuwe Hupsa Kee. Stap op de grond en klap maar mee. Hupsa, Hupsa, Hupsa Kee. Ga omhoog en naar beneden met de nieuwe Hupsa Kee. We voelen ons echt heel oké. Hupsa, Hupsa, Hupsa Kee. Wow, applaus voor jezelf. Jawel, hebben jullie thuis ook lekker meegedanst? Ga maar lekker zitten. Wauw. We gaan luisteren naar weer zo'n wereldhit van de allernieuwste cd van Kinderen voor Kinderen. Ik wil later rapper worden. Yo, yo. Dit is de nieuwste Kinderen voor Kinderen. Mis niet. Mis niet. Ik wil later rapper worden. Een echte rapper worden. Ja, dat is wat ik wil. Komt ie van niets iets maken. Met veel plezier. Mijn eigen verhaal. Super groot, net als veel kleine. Thank you.
Ja, en laten we hopen dat het vanavond, na vanavond, eindelijk is afgelopen met dat pesten. Maar je hoort het in nummer 1, je kan er iets aan doen. En ik weet, hebben jullie het wel eens meegemaakt in de klas dat er iemand gepest wordt? Ja? Wat doe je dan bijvoorbeeld? Nou, dan kom ik meestal voor ze op en zeg ik, wat nou als jij gepest wordt? Dat vind je toch ook niet leuk? Nee, precies. En dan is het eigenlijk over, toch? Ja. Dan laten we hopen inderdaad dat het steeds minder wordt met dat pesten. Want iedereen is bijzonder. Iedereen heeft zijn eigen talent. En over talent gesproken, bij Kinderen voor Kinderen gingen we het afgelopen jaar op zoek naar talent. Op ons Okido-podium kon je komen trompet spelen, drummen, turnen, Iers volksdansen, diaboloën, yoga. Alles was mogelijk. Ja, en de winnaars van het Okido-podium mogen hier vanavond optreden in de grote show. Geef ze een groot applaus voor Jesslyn, Saona, Kaylee en Shefanyo. We leven op een wonderschap.
Niet iedereen die schat dat naar zijn waarde. En daardoor wordt het strakjes veel te heet. We kappen ieder jaar miljoenen bomen. We dumpen plastic afval in de zee. Een ramp is bijna niet meer te voorkomen. En iedereen die doet een beetje mee. Maar hey, nou, laten we kijken of het anders kan. Hey, nou, een gezonde planeet is waar ik naar verlang. Ik ben wilde helpen, al is het weinig beter iets dan niets. Mijn ma sorteert het afval nu in emmers en pa die gaat nu vaker op de fiets. We moeten voor de wereld blijven zorgen. Emojis, oftewel de drie smileys, die zijn inmiddels voorbijgekomen. Heb je de volgorde onthouden? Ga dan naar onze site. En wie weet win jij wel dat super vette optreden van Kinderen voor Kinderen bij jou in de klas. Aan het einde van de grote show maken we dat bekend. Blijf dus kijken. Ja, we hebben een avond vol verrassingen. En dat geldt ook voor onze enige echte stuiterbal uit het koor, Thijs. Thijs, kom er eens bij. Oh, daar komt hij. Hij gaat als een vliegtuig. Oh, Thijs. Ja, je mag hier landen, Thijs. Hier. Ja, en hij is geland. Yes, stik hem aan. Hartstikke idee. Hey Thijs, vertel eens even. Jij kan naast zingen en dansen, heb je ook nog een heel groot ander talent. Vertel dat eens even. Grappen maken. Dus je bent heel grappig? Ja. Oké. En wie is daarin jouw allergrootste voorbeeld? Jochem Meijer. De Jochem Meijer? Nou, dat is wel toevallig, want onze Lex heeft jou laatst als verrassing uit de klas gehaald, hè? Zullen we eens even gaan kijken? Let's go. Goedemiddag, Lex en Thijs, Kinderen voor Kinderen. Zie je wie dat is? Ja, Jochem Meijer. Kom hier. Leuk man, leuk je te ontmoeten. Wow.
sta je dan voor zoveel mensen. Is het misschien leuk dat jij eventjes een klein grapje of een mopje doet? Ber, hoe noem je een hond zonder poten? Dat weet ik niet. Maakt niet uit hoe je hem noemt, maar als je hem roept, komt hij toch niet. Zo is het. Even een tipje van mij. Zie je die uitbordjes daar, die nooduitgangbordjes, ja. Die groene bordjes? Dan weet je dat daar ook mensen zitten. Aan het eind van mijn show ga jij mij bloemen brengen. Ja? Dan kan je even voelen hoe het is op een podium staan. En dan ga ik de mensen vragen of ze jou even een applaus willen geven. Ja. En dan kun je echt voelen hoe het voelt om een applaus te geven. Zullen we dat afschrijven? Gaan we dat vanavond doen? Vind je dat niet eng? Nee. Durf je dat voor zoveel mensen? Ik durf het. Dankjewel. Super. Thanks. Het gaat gebeuren, hè? Kom maar, vriend. Kijk eens. Maar de beste met muziek. Oh, en zij kan zo goed tekenen. Je weet niet wat je ziet. En toen nam hij zijn viool mee naar school. Om erop te spelen, we hebben er niet door bij. En zij heeft op een lamp onze klas zo vaak getekend. Het lijkt wel op een schilderij. Kijk, ze schijnen. Iedereen heeft talent. Twijfel maar niet. Ik ben
Ja, en het koor zong het zo even al, hè. Iedereen heeft talent. Nou hebben ze bij Kinderen voor Kinderen naast heel veel talent voor zang en dans ook ontzettend veel talent voor sport. Ik persoonlijk heb ontzettend veel talent voor hoogtevrees. Ik kom er even bij zo. Maar sport dus, even kijken. Rinse die doet aan waterpolo. Teddy, jij voetbalt. Lara die zit gelukkig daar, die doet aan kickboksen. Ja, ik heb je in de gaten. Moet je geen ruzie mee krijgen. En ik ben even naast Sebastiaan gaan zitten. En Sebastiaan, jij doet aan... Turnen. Aan turnen. En wat is er nou zo leuk aan turnen? En nou, je kunt salto's maken, ratslagen, je kunt zwaaien aan een rekstok. Wat is jouw lievelingsonderdeel? Rekstok. De rekstok. Je hebt ook je eigen rekstok meegenomen. Sebastiaan zei, ik wil wel meedoen met Kinderen voor Kinderen. Wel mijn eigen rekstok, want ik moet af en toe een beetje trainen. Ja, toch? Ja. En er is één iemand, en hoe kan het ook anders, dat is jouw grote voorbeeld. Epke Zonderland. Epke Zonderland. En nou hebben we jou laatst uit de klas gelokt met een smoes. Jij dacht dat je een training zou krijgen van de bondscoach van het Nederlandse team. Maar dat liep net even anders. Laten we maar eens even gaan kijken. We zijn er bij de Dutch Gymnastics. Ja. Hier ga je zo meteen natuurlijk les krijgen van de beste trainer van Nederland. Ja. Maar dan moet je wel een pakje, Jan, hè? Mm-hmm. 3, 2, 1. Oh, wauw. Sporty. Ik moet komen, we gaan naar binnen. Wow. Dit is vet, hè? Ja. Supergoed. Hoe is het, joh? Goed. Ben je lekker aan het trainen? Ja. Goed vasthouden. Probeer dat schommeltje maar te maken. Ja, goed zo. Wat we nu gaan doen is achter, strek. En dan zit je in die vouw. Ja. En wat je doet is eigenlijk strek. Turnen is echt een gevoelsport, dus je moet het heel vaak doen. En dan voel je denken, oh ja, maar dit is het. Het is heel makkelijk. Maar in het begin is het heel moeilijk. En dat is met de keep is ook zoiets. Dat is heel lastig. 1, 2, 3. Zie. Wat is jouw favoriete onderdeel? Mijn favoriete onderdeel is rekstok. Ja, dat vind ik echt het allerleukste om te doen. En wat is jouw favoriete onderdeel? Ook rekstok. Ja? Ja. Als je de keep hier kan, dan kan je hem heel snel ook op de rekstok.
uitzending kan je kijken of jij het optreden met Kinderen voor Kinderen in jouw klas gewonnen hebt. Ja, en heb je nou niet gewonnen, dan kan je gewoon naar je juf of meester gaan en vragen om te zoeken naar de filmpjes van Kinderen voor Kinderen in de klas, want die zijn er ontzettend veel. Wat was het een feest, hè? Het was zo gezellig, Pepijn. Zo fijn dat jullie er waren, zo fijn dat je thuis hebt meegekeken. Dankjewel. En wij gaan nog even een feestje bouwen, ja, toch? Doen jullie mee?